In dit filmpje zullen we twee DAX futures tonen met elk een verschillend timeframe. En deze twee grafieken naast elkaar zullen we daarna opslaan als een pagina. Zo, ik klik op New Chart, nieuwe grafiek. Ik selecteer de Eurex futuresbeurs. Ik neem de DAX, het meest recente contract, en ik neem hier plein 10. Dit is een standaard contract dat ik nu oproep. Zo. We laten even de koersen inladen. Ik bouw nu mijn strategie. Ik doe het heel eenvoudig. Ik neem hier een 5-minuten grafiek. Zo. En ik plaats daar een RSI op als indicator. Zo, deze RSI neem ik als sentimenter. Deze RSI heeft het instapsignaal. Zo, en dan neem ik ook nog een moving average 20, die ik als filter plaats onderaan, op een periode van 20 bijvoorbeeld. Zo. En dan zien we hier de moving average die de periode kleurt. Ik zet deze even op 6x5. Zo. Dus deze moving average op 6x5 minuten kleurt de trend. En de RSI die we plaatsen op bijvoorbeeld 15, 85, sorry, 14 periodes. Zo. Zal ons de aankoop- of verkoopsignalen geven. Zo, dit is één strategie, snel gebouwd, op een 5-minuten grafiek. Ik sla die nu even op, en dat is belangrijk. Ik sla die op, Save Study As, en ik noem die bijvoorbeeld DAX 5 minuten MA20 filter. Zo. Deze is nu opgeslagen en als ik even klik bij New Chart en ik ga even terug naar CQG en naar Eurex en naar DAX, DAX December, dan zie ik daar hier mijn strategie staan. Oké. Nu wil ik een tweede grafiek plaatsen. Ik klik wederom op New Chart. Ik ga naar CQG, Eurex, DAX, DAX December. En ik start weer met de klassieke layout, dus bijvoorbeeld plein 10. Plein 10 is een 10-minuten grafiek die ingeladen wordt. Zo, nu wil ik die hebben op 1 minuut. Ik klik hier op 1 minuut. En ik herhaal dezelfde indicatoren. We nemen de RSI erbij als indicator. We nemen de moving average erbij die filtert. Zo. En de filter is op 20 periodes. En ik neem die even op 30 maal 1 minuut. Zo, we filteren hier op een 30 minuten en we stappen in op een RSI op 14 periodes. 85 en 15. Zo, de layout is gemaakt. Ik sla die ook even op. De Save Study. Sla op als, en ik noem dat DAX 1 minuut MA20 filtert. Zo. Dus we hebben hier twee contracten, elk onder de verschillende naam. En zij moeten een verschillende naam hebben, dat is belangrijk. Zij moeten een verschillende naam hebben om naast elkaar te kunnen staan. Dus als ik nu wederom even ga kijken bij CQG, Eurex, DAX, DAX December, dan zien we hier die twee contracten staan. Dus contracten met een verschillende naam kan je inroepen in hetzelfde platform. Klik je een contract aan dat reeds dezelfde naam heeft, zoals hier dat reeds actief staat, dan kan je dat niet bijkomend oproepen. Ik heb dus nu twee strategieën kant en klaar op mijn scherm. Ik klik nu even op Tile of deel,
Zo, en dan staan die netjes naast elkaar. Ik kan dit geheel ook opslaan als een pagina. Dus daarna neem ik nu, klik ik hier even op Page Manager, Save Page As, en dan noem ik dat bijvoorbeeld DAX Scalping. Zo, en ik klik even op OK. En deze pagina is nu opgeslagen. En ik kan deze pagina DAX Scalping ook hier onderaan plaatsen door te klikken op Configureer. Dus ook een DAX Scalping. Die breng ik door dit knopje even naar rechts. Ik klik op OK en de knop DAX Scalping verschijnt. Dus hier kan u diverse knopjes plaatsen. Mini DAX bijvoorbeeld. En dan kan u terugkeren naar DAX Scalping door gewoon op de knop te drukken. Dus we hebben gezien dat we twee aparte grafieken aanmaken. Deze aparte grafieken apart opslaan. En op die manier kan je ze naast elkaar plaatsen en opslaan als een pagina.